Hoi hoi. Ik heb mijn bestelling geplaatst bij Temu. Ik weet niet of je wel eens van Temu hebt gehoord, maar ik krijg net advertenties van. En het is een. Ja, het doet mij een beetje denken aan Wish. Je hebt AliExpress, waarbij je allemaal artikelen van verschillende Aziatische handelaars, meestal Chinese handelaars, kan kopen voor een heel lage prijs. En dan heb je Wish, en dat is eigenlijk soortgelijk, maar dan wat gebruiksvriendelijker en in een appvorm die makkelijker werkt. En dan heb je dit, Temu. Maar ik dacht dus dat het hetzelfde was. En ik vind het een beetje lastig om dan dingen ervan te kopen. Want het is wel voordelig, kost niet zoveel. Kwaliteit is altijd maar af te wachten. Vaak is retourneren heel lastig. Dus als het niet goed is, dan zit je er gewoon aan vast. En het wordt vaak gemaakt in omstandigheden die gewoon niet goed zijn voor de mensen die het maken. Ik heb Temu een beetje opgezocht en heb daar, weet je wat, op hun eigen website kunnen ze natuurlijk alles vertellen wat zij willen erover. Maar ik kan het volgende vinden van Temu. Temu, dat is ook wie het uitspreekt. Er staat ook op de site, staat zeg maar Temu. Temu is een online verkoopplaats en dat verbindt verschillende gebruikers, dus kopers zoals ik, met miljoenen verkopers, manufacturers en verschillende merken over de hele wereld. En ze willen beste kwaliteit van producten geven aan de kopers. En daarbij willen ze ook het milieu erbij betrekken. Temu is dus opgericht in Boston, Massachusetts in 2022, dus in Amerika. Temu means team up, price down. Grappig, wist ik niet. En ze willen goede kwaliteit, maar wel betaalbaar. En het wordt wereldwijd eigenlijk verzonden. Dus het ding is, je weet niet precies welke verkoper je het van koopt. En de ene heeft misschien een wat meer werknemervriendelijk bedrijf dan de ander. Ik ga er wel vanuit vanwege de prijs dat het niet enorm goed is qua werknemers. En dat is wel gewoon te zeggen van wel, maar ja, je weet natuurlijk nooit zeker. Ik heb toch het gewaagd om daar iets te kopen. Dat ga je nu dus zien. Ik wilde het heel lang eigenlijk niet doen en toen kreeg ik een advertentie ergens van en toen kon ik niet laten. En dat was het volgende. Zie hier. Dat zijn soort clipjes om je broek strak te laten zitten zonder dat je een riem om moet. Ik heb best wel broeken die dan bij de taille wat wijder zitten. En ik wilde dat graag proberen. Je koopt ze per stuk. Je hebt er een soort van twee nodig om mooi in evenwicht te houden. Dus ik heb er twee gekocht. En ik heb die al uitgepakt. Dus ik zal het even laten zien. Ze zit namelijk hier aan mijn broek vast. En het werkt wel goed. Er zit dus een pinnetje aan. En die doe je door je broek heen. En aan de achterkant komt er dan een soort knoopje. Hier zo zit het. Nu zit het niet in elkaar. Maar wat je dus doet. Ik hoop echt dat je het een beetje kan zien. Dus je doet hem er doorheen. Zo. En je ziet dat hij hier een vouw creëert. Daar zit hij dan strakker. Aan de binnenkant steekt dus dit wel uit. Om rekening mee te houden dat dat zo is. Ik heb er dus twee. Zo, het werkt en het is schattig. Dus voor ongeveer 2 euro zou ik het zeker aanraden. Verder heb ik vooral een soort office supplies gekocht. De dingen die ik gebruiken kan in mijn klas. Want het is nu zomervakantie. En we gaan het nieuwe schooljaar na de zomervakantie natuurlijk in. En ik wil mijn klas wat opleuken. Ik wil hem namelijk wat kleurrijker maken. En ik heb het volgende gekocht. Ja, als je denkt, wat is dat? Dat snap ik. Het is een pennenbakje. En ik zal even uitpakken. Hier de advertentie ervoor. Het is een pennenbakje. En vond hem heel schattig en kleurrijk. Ik wil hem op een rijtje zetten, want ik heb er niet één. Ik heb er twee. Wait for it, there's more. Ik heb dus paars, roze, rood, blauw en groen. Dit waren alle kleuren die ze hadden. Dit is toch veel te schattig. Hier kunnen dan pennen in worden gedaan. Ik zit eens te kijken of ik hier een pen heb om erin te doen. Maar niet zo gauw. Dus die heb ik besteld. En die gaan de klas denk ik heel leuk op vrolijken. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dan heb ik in dezelfde trant heb ik deze tape besteld. Hier is de advertentie. Ik heb de advertentie niet goed bekeken. Ik dacht dat de tape wat dikker zou zijn. Het is erg dun. Het is denk ik een half centimeter dun of zo. Ik wil het eigenlijk gebruiken op een whiteboard om lijntjes te maken, maar ik weet niet. Ik vind er vast wel een use voor.
Verder over mijn whiteboard heb ik deze stiftjes. Dit zijn whiteboardstiften. Hier ook de advertentie ervan. En hier zit gewoon leuke kleurtjes tussen. Kleuren die je niet zo gauw anders hebt. Ik bedenk me ineens wat. Oh, deze zijn... Het zijn hele kleine stiftjes, dus deze verdwijnen een beetje in het pennenbakje. Dus, maar past goed. Het pennenbakje bestaat uit twee delen, heel handig dit. Beetje voorzichtig mee zijn of vastlijmen, kan ook. Ik heb ook twee prikborden in mijn klas hangen en daar heb ik natuurlijk punaises voor. En ik vind de punaises die ik heb, ik had nieuwe nodig sowieso. En ik zou die kunnen kopen via school. Maar dan krijg je gewoon de standaard punaises en dat zag ik niet zitten. Dus ik heb namelijk deze punaises gekocht. Hier de advertentie ervan. Het zijn dus allemaal bloemetjes. En ik zie al eentje waar de pinnetje van af is gevallen. Dus kwalitatief, nou ja, niet geweldig. Maar dat kan ik weer vastlijmen met wat sterke lijm. En dan doet hij het vast weer. Ik vind het gewoon heel leuk om zo dingen op te hangen op een prikbord. Flirt gelijk op. Dus dat heb ik. En dan heb ik nog iets voor het prikbord. Dit namelijk. En dit lijkt me heel handig, want dan heb je een soort multifunctioneel. Want je kan zowel iets ermee vastprikken als iets eraan hangen. Ze zien er als volgt uit. Allemaal kleurtjes. En zou je trouwens ook makkelijk zelf kunnen maken. Hierbij zie ik ook al een los pinnetje zitten. Dus ook hierbij denk ik, ze hebben het gewoon vastgelijmd. En de kwaliteit is wat minder, is ook te verwachten. En kan je zo repareren met wat lijm. En ik heb een lijmpistool, dus dat komt helemaal goed. Dat geloof ik wel. Oh ja, kleine stickertjes. Hele kleine stickertjes. Deze stickers ga ik gebruiken om dingen te labelen. Want de kinderen in mijn klas die hebben ook een nummer. Natuurlijk hebben ze een naam. En natuurlijk gebruik ik gewoon hun naam. Ik zeg niet nummer 1. Maar dat nummer is verbonden aan bepaalde dingen die ze krijgen. Bijvoorbeeld een vragenblokje. En die worden elk jaar gewoon opnieuw gebruikt. Dus als ze van school afgaan, gaat het blokje naar iemand anders. Als je daar een naam tussen schrijft, zou dat niet kunnen. Dus dan gebruik ik nummers. En ik ga dat ook proberen te doen met hun potloden, gummen, linealen en dergelijke. En daar dacht ik kleine sticks voor te gebruiken. Dus nou ja, ik zal wel laten weten of het werkt of niet. Daarvoor had ik ook het volgende gekocht. Ik dacht, oh, dat is handig, hoef ik de nummers niet te schrijven. Maar ze zijn ook hierbij, ik heb de maat wel bekeken, maar niet de motor gehad hoe groot dat dan in werkelijkheid zou zijn. En die zijn dus best wel groot. Dus ik ga hier nog wel een nut voor vinden, maar ik weet nog niet wat. Want dit gaat natuurlijk niet op een potlood passen. Dus daar bedenk ik nog wel wat op. Dan heb ik nog meer stickers. Deze, die zitten op een rol. En die zijn zo schattig. Het zijn stickers, beloningsstickers als het ware. Er staat op, ja, er staat op keep it up. You did it. Great job. Awesome. Die kan ik dus ergens op plakken als ze iets goed gedaan hebben. Leek me leuk. Vond ik leuk. Ik heb het volgende. Ik zag allemaal hele leuke posters op Timo. Maar ik dacht, ja, ach, die kan ik ook zelf maken. Dus ik ben van plan posters te gaan maken. En dan wilde ik die ook ophangen. En toen heb ik de volgende gekocht. Even kijken. Ziet er als volgt uit. Ik heb hier, waar je hem dan dus hangt. En dit zit met magneten aan elkaar. Hetzelfde geldt voor de onderkant. En als ik dan... Ik had eigenlijk gehoopt dat die groot zou zijn. Maar ook hierbij heb ik gewoon de maat een beetje verkeerd ingeschat. En dat is mijn schuld. Even kijken of dit blijft hangen. Dit is natuurlijk dikker dan... Oh, maar dat werkt. Kijk. En dan kan je nog aan de onderkant voor het echt afmaken van. Dus daar wil ik posters tussen hangen. Dus dat. Dan heb ik nog iets om het lokaal op te vrolijken. Namelijk deze advertentie. En samen met deze advertentie. Om daar wat... Nou ja, fleurrijks wat maken. Ik heb vaasjes in mijn klas. Maar echte bloemen, ja, die zijn nummer 1 duur. Nummer 2 houden die het gewoon niet lang vol. En ik wilde dit proberen om te kijken hoe echt ze zijn. Want nepbloemen kunnen best wel prijzig worden. Ze zijn natuurlijk door de post een beetje plat. Oh, dit is best wel schattig. Ja, dit is leuk. Leuk, leuk. Het ruikt naar soep. Ja, ik weet gewoon niet. Het ruikt naar bouillon. Ik wil niet weten waarom, denk ik. Zo. Kijk, en dan hebben we deze. Oké, deze vallen wel wat meer tegen. Deze zijn wel echt... Die andere zijn nog wel relatief te doen qua... Oh ja, het lekker los stukje erbij. Oké, deze zijn kwalitatief wel minder dan die ander. Oh, nou, zo met elkaar een bundeltje.
Ah, oh, dat vind ik leuk. Ja, dat is leuk. In een vaasje. Ja, helemaal leuk. Dan hebben we nog twee dingen. Die ene is echt wel specifiek als je les geeft eigenlijk. En ik denk niet dat iemand anders dat kan gebruiken. Namelijk het volgende. Een lesson planner. Ik ben van plan komend jaar mijn les wat, nou ja, nog wat beter te plannen en voor te bereiden. Zodat je gewoon niet tegen onverwachte verrassingen ineens komt te staan. En elke bladzijde ziet er als volgt uit in dit boekje. Dus je hebt een onderwerp wat je opschrijft. En wat ga je leren? Wat heb je nodig om het te geven? Wat ga je ongeveer doen? Gewoon een kort stukje. Niet helemaal uitgebreid, maar gewoon een kort stukje. Zijn er nog homework tasks? Dus wat moeten de kinderen achteraf doen? En een samenvatting. Nou, die zal niet per se bij mij nodig zijn. Maar ik ben benieuwd. Ik ga proberen te gebruiken. En ik hoop dat het me wat oplevert. Best wel een leuk boekje ook. Qua ding. En dan heb ik nog één ding als allerlaatste. En dat is iets waar ik hoop echt dat het gaat werken. Zie de advertentie. Oké. Het is het volgende. Het is een uitvouwbare file map. Waar je dus al verschillende tapjes hebt. Ik heb volgend jaar 23 kinderen in mijn klas. En hier zitten 25 tapjes in. Het idee is als volgt. De kinderen krijgen elk jaar een portfolio mee naar huis. 2 keer in een jaar. Daarin zitten allemaal dingen in van hun beoordelingen van dingen. Maar ook toetsen, maar ook crea-opdrachten. Dingen die ze zelf graag willen bewaren. Het idee is wat dat erin komt. Dat is wat zij dus meenemen als ze van school af zijn. En ik heb vorig jaar... heb ik dat een beetje... Ja, ik wist daar niet heel veel van af van tevoren, want ik was nieuw op de school. En ik kon gewoon niet een goede manier vinden om dat bij te houden en op te slaan. En te zorgen dat ik van iedereen dingen had. Dus ik hoop dat dit helpt. Wat ik van plan ben, dit is zo cool, is elk tapje een nummer te geven. Want, zoals ik zei, de kinderen in mijn klas hebben ook nummers. En dan bij het juiste nummer... Bij het juiste nummer van elk kind... Om daar dan de dingen in te doen en te laten doen. Kijk, hij is uitvouwbaar. Zet een accordeon dit. Dit is zo cool. Met ook als idee dat de kinderen als ze denken... Oh, dit vind ik heel mooi wat ik gemaakt heb. Ik wil dit bewaren. Dat zij het in hun eigen mapje kunnen doen. En wanneer we de portfolio's gaan vullen... dat je gewoon je eigen mapje kan legen. Dus ik hoop echt dat dit werkt zoals ik voor ogen heb. Ik vind het in ieder geval super cool. En nu zo... Ja, ik ben hier heel benieuwd naar hoe dit gaat werken. Het kwam trouwens allemaal in zo'n ding. Vraag me niet hoe dit gepast heeft. Ik vind het heel knap. Ik zou het hier nooit meer terug in krijgen. Daar kwam het allemaal in. En dat is als we gekocht hebben. Mocht je nou denken, hey, ik heb ook wel eens van Timo gehoord. En ik wil dit of dat proberen of kopen, maar ik durf niet zo goed. Ik wil eerst weten hoe het echt is. Dan mag je dat laten weten in de comments. Wie weet kan ik het voor je kopen en testen en wie weet. En als je nou denkt, ik wil echt zien... want dit zijn meer office supplies. Dus dingen voor op je bureau en dergelijke. Ze hebben ook echt van alles nog wat. Van keukendingen tot kleding. Ze hebben echt van alles nog wat. Als je iets specifieks wil zien, hoor ik dat heel graag. Als dit helemaal niks voor jou is, dan zie je dit waarschijnlijk niet. Want dan heb je niet tot het einde gekeken. Dus dat is ook helemaal goed. En dan de volgende keer weer wat anders. Dus ja, enorm bedankt voor het kijken in ieder geval. Vergeet niet achter te laten dus wat je eventueel zou willen zien. Of als je andere ideeën hebt voor video's, hoor ik dat ook heel graag. En dan zie ik jullie een andere keer weer. Doei!